Yo gasten, Wimba Mozie, welkom bij een nieuwe aflevering van de Trap van Glorie. Dit wordt de eerste aflevering, terwijl dat we 100.000 abonnees hebben. Dat is super nice natuurlijk. Ik ben nu ook weer net terug van wintersport. Dus we kunnen nu gewoon lekker weer knallen in de Trap van Glorie. En dat gaan we ook zeker de weten doen. Maar voordat we verder gaan, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Misschien dat we ooit een keertje de 200.000 kunnen halen. Ik heb geen idee of dat ooit gaat gebeuren. 100.000, ik ben al echt gigantisch blij. Maar eerst even een korte intro over de kaarten. Wil jij graag een echte FIFA kaart van je voetbalclub of gewoon echt eentje van jezelf? Ga dan naar alfut.com. Gebruik de code PAUS voor nog wat korting. Link staat in de beschrijving. Maar zo ziet mijn team er natuurlijk op dit moment uit. De meesten weten dat wel, want de meesten die kijken volgen natuurlijk deze serie. Met gigantisch veel goede spelers. Het is echt niet normaal. Verdediging is goed. Middenveld is helemaal goed met allemaal icons. En aanval is ook ziekelijk overpowered. Ik wil eigenlijk binnenkort Overmars voor Depay. En dan heb ik helemaal een ziek team. Dan is dit echt niet normaal. En dan wil ik misschien De Ligt nog voor De Vrij. Want De Ligt heeft toch net iets betere stats als De Vrij. Dan heb je ook een gigantisch goede verdediging. Dan heb je echt allemaal dikke beesten. Dus De Ligt en Overmars. Dat zijn de spelers die ik wil gaan kopen. Er waren ook allemaal comments over dat ik De Ligt moest gaan kopen. En ook dat ik Overmars moet gaan halen. Dus dat zijn de twee prioriteiten waar ik nu voor ga sparen. Maar eerst even naar de likes van vorige aflevering. Want we hebben helaas geen 2000 likes gehad. En per 1000 likes krijgen we een halve spinpunt. Dus ik heb nu een halve spinpunt verdiend. Dus dat betekent dat we helaas niet aan het begin van de aflevering aan het rad mogen draaien. Maar als we deze aflevering wel de 2000 likes zouden kunnen halen, zoals op zijn, dan kunnen we de volgende aflevering wel in ieder geval aan het begin draaien. Maar ik zit momenteel in divisie 3 en ik kan promoveren naar divisie 2. Ik heb 2 wedstrijden, dan heb ik 4 punten nodig. Dus ik moet 1 gelijk en 1 winnen, dan is het voldoende. Maar ik weet niet of het gaat lukken, want ik ben nu net terug van zeg maar wintersport. Ik heb ongeveer 1,5 week, 2 weken heb ik niet FIFA gespeeld. Dus ik hoop dat het wel een beetje goed gaat. Ik denk dat ik wel weer een beetje moet inkomen. Maar we zullen het zien. Nou, eerste tegenstander. Oké, hij heeft best wel een bieze team. Een beetje La Liga en Bundesliga een beetje door elkaar. Het is een goed team, maar niet echt geweldig. Als je naar mijn team kijkt, dan moet ik eigenlijk wel winnen. Ik heb 3 icons, 2 lane icons. Ziek veel andere goede spelers. Eigenlijk moet ik dit gewoon winnen. Maar zoals ik al zei, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Want ik moet denk ik heel erg inkomen. Nee, oh shit, oké, ik kom nu al op achterstand. En dat uit de corner, dat is gewoon fucked up. Als ik dan een goal tegen zou krijgen, dan niet uit de corner. Maar dat is nu wel zo, daar kan je gewoon niks tegen doen. En dat is, ja, dat is gewoon heel erg behouden. En dan gaat het nu wel heel lastig worden. Ik ben dus gewoon verplicht om gelijk te spelen. Als ik niet gelijk speel, dan is het al sowieso voorbij. Maar het liefst win ik natuurlijk. Maar we zullen het zien. Ik moet echt beter gaan spelen. Ah, what the fuck, je moet echt ziek heen komen. Oké, ik begin eindelijk weer een beetje in te komen. Het is toch altijd weer even wennen. Van Basten weer met een schot. Nee, kom niet aan. Promes voorzet. Depay. Oh, shit. Oh. Maar ik begin wel weer in te komen. En dat is wel hartstikke mooi. Nu moet ik nog even die gelijkmaker maken. Oké, Depay. Mooi veel ruimte. Gullit. Eigenlijk moet hij een keertje scoren. Het schot. Shit, dat scheelde helemaal niet zo heel veel. Oh, ik heb wel kansen, maar die gelijkmaker komt maar niet. Nou, het is momenteel rust. Ik sta dus 1-0 achter. In principe moet ik wel terug kunnen komen. Want ja, het was even fucked up dat ik snel achterkwam. Daarna ging het eigenlijk heel gelijk op. Dus ik hoop echt dat het nog goed gaat komen. En dat ik in ieder geval gelijk ga spelen. Nou, Kluivert. Niet echt lekker. Van Basten nu wel. Ja, wat een bazzel. Holy shit, dat was echt mijn lelijkste goal ooit. Hij ging via een speler van hem ging hij net over de keeper. Want de keeper raakte hem volgens mij ook nog aan. Maar wat was dit een lelijke goal. Check dan. Via die speler en die keeper zat ook compleet naast het hand. Wel, het leek wel alsof die keeper hem nog makkelijk kon hebben. Maakt niet uit. Het staat gelijk. Oh nice. Het is echt heel mooi. En als ik deze wedstrijd op de een of andere manier ook nog weet te winnen. Dan zou dat betekenen dat ik aan een gelijkspel bij de volgende wedstrijd genoeg heb om te promoveren naar divisie 2. Oh, de wedstrijd is afgelopen. En in principe ben ik heel blij met dit gelijkspel. Normaal ben ik nooit blij met gelijkspel. Maar nu wel. Dit betekent dat ik nog steeds kans heb om te promoveren. Volgende wedstrijd winnen. En ik ben gewoon in divisie 2. Dat zou zo nice zijn. Maar eerst nog even natuurlijk aan het rad draaien. Want gelijkspel, dat is een halve spinpunt. En we hebben 1 keer gescoord. Dat is ook een halve spinpunt. Dus we hebben 1 hele spinpunt verdiend. Dus we mogen 1 keertje aan het rad draaien. Nou, dan pakken we het rad erbij. En dan hoop ik op jackpot. Dat zou even heel mooi zijn. Maar ja, dan weet je natuurlijk niet of dat gaat gebeuren. Maar we zullen het zien.
Come on! Krijgen we geen jackpot, het wordt 2. 2 upgrade punten. Nou, alsnog dikke prima. We hadden de 7, dan hebben we er nu 9. Voor een icon hebben we 30 upgrade punten trouwens nodig. En voor een inform 15. Dus daar moeten we nog even voor doorsparen. Maar wat veel belangrijker is, is dat ik de volgende wedstrijd moet winnen. Oh, daar hangt zoveel van af. Weet je wat? Ik ga iedereen helemaal fit maken. Ze hadden eigenlijk allemaal nog 90 conditie. Maar nu in ieder geval iedereen 99. En dan heb ik nog van die kaartjes dat ze beter worden. Van die trainingkaartjes. Pasen, verdedigen, dribbelen. Nou, niet echt. Weet je wat? Ik doe deze dribbelen wel. Dan heeft hij 99 dribbelen. Is wel nice. Maar aan deze kaartjes heb je niet heel veel. Heb ik nog een keeperskaartje? Ja, daar heb ik eentje van plus 10 alle eigenschappen. Dan doe ik die ook wel. Dan heb ik echt de beste keeper die je maar kan hebben. Alle stats bijna 99. Nou, trouwens niet allemaal. Maar die stats zijn echt niet normaal goed. Maar dan ga ik met dit team spelen. En dan hoop ik dat ik kan winnen. Als ik nu verlies, dan ga ik echt huilen. Alsjeblieft, laat mij winnen. Want ik wil natuurlijk heel graag in divisie 2 spelen. Maar wat ook heel mooi is, is dat hoeveel krijgen we extra? Dan verdienen we 3 puntpunten extra als we deze winnen. Want dan promoveren we natuurlijk. Nee, deze heeft niet een goede verbinding. Ik wil wel tegen iemand spelen met goede verbinding natuurlijk. Oké, dit wordt mijn tegenstander voor deze wedstrijd. Hij heeft best wel een ziek team. Hij heeft een La Liga team / Premier League team. Maar met echt allemaal van die beesten. Trouwens niet hele snelle aanvallers. Dat vind ik wel chill. Ja, Jesus is wel heel snel. Maar ze linksbuiten en rechtsbuiten, dat valt op zich wel mee. Volgens mij allebei een beetje rond de 80 pace. Maar ik moet gewoon winnen. Het maakt niet uit wat voor team die heeft. Ik moet gewoon winnen. Nou, Kluivert. Veel ruimte. Paasje op Promes in de verhoek. En dat is hem. Yes! 1-0 in de 11e minuut. Oké, ik moet nog niet te enthousiast worden, want ik ben er nog lang niet. Maar ik ben in ieder geval goed op weg. Ja, volgende kans. Weer Promes. Gewoon rustig in het verhoekje. Oh, die had de keeper nog maar net. Oh, als die zat, stond ik nu al 2-0 voor. Maar oh, dat is wel echt balen. Ik heb nog wel een corner. Niet dat ik hieruit ga scoren. Waarschijnlijk. Oh, dat scheelde niet zo heel veel trouwens. Maar hij zit niet. Nee. Nee, doe het niet. Oh shit, hij doet dit wel. Ik heb nog van de zaak zoveel, zo'n grote boost gegeven. Maar het heeft uiteindelijk niet goed geholpen. Want hij zit nu wel gewoon. Shit, staat het weer gelijk. Ik moet winnen. Gelijkspel heb ik niks aan. Oké, Depay met gigantisch veel ruimte. Ah shit, hij is natuurlijk best wel stijf. Rechts. Holy shit, wat een goal. Ik dacht, ik probeer het maar gewoon. Ik heb geen andere keus. Maar holy shit, wat schiet hij dit binnen. En was dit trouwens met zijn rechterbeen of met zijn linkerbeen? Huh, what the fuck? Dat zag er wel heel raar uit. Ik heb geen idee hoe dat er precies uitzag. Tijdens het monteren kan ik dat wat beter zien. Maar het leek net of de ene been door de andere heen ging. Maar maakt niet uit. Hij zit erin. En dan sta ik nu weer voor. Nu moet ik het alleen wel even vasthouden. Het is rust. Ik sta dus 1-2 voor. En aan de kant te zien had mijn tegenstander maar 1 schot. En die zat ook gewoon. Dus dat is een beetje balen. Maar in principe maakt het niet heel veel uit. Want ik sta voor. En daar gaat het om. Het moet nu ook zo blijven. Dan ben ik gewoon gepromoveerd naar divisie 2. Van Basten met, ja, niet extreem veel ruimte. Wel redelijk wat, maar het is niet geweldig. Maar op zich gaat het prima. Maar nee, geen schot op goal uiteindelijk. Maar ik heb nog steeds de bal. Misschien dat het nog steeds goed kan komen. Paasje op Van Basten, schiet maar. Holy shit, wat een goal. Dat is zo chill Van Basten. Hij kan zo goed schieten. En nu mag ik het niet meer uit handen geven. Want 3-1, dat moet toch wel goed komen, zou je denken. Kluivert, paasje op Van Basten. En dat is een 4-1. Oké, dit... Nee, ik weet het nu 100% zeker. Ik promoveer naar de visie. En hij drukt op start. Dus waarschijnlijk gaat hij ook nog rage quitten. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Oh, rage quit. Het duurt eventjes. Misschien gaat hij toch niet rage quitten. Maakt ook niet uit. Weet je, ik sta 4-1 voor. En dat is al hartstikke mooi. Het duurde even, maar hij is uiteindelijk inderdaad gerage quit. Holy shit, ik verdien zoveel spinpunten in deze aflevering. Is echt niet normaal. Helaas geen hat-trick, maar in principe, ja, ik heb al zoveel verdiend. Ik tel alles even bij elkaar op. We hebben rage quit, dat is 2. We hebben zijn gepromoveerd, dat is 3. Dus dat zijn al 5 in totaal. We hebben gewonnen, dat is 1. En we hebben 4 keer gescoord en dat zijn er in totaal 2. Dus in totaal hebben we gewoon 8 pinpunten verdiend in 1 wedstrijd. Dat is ziekelijk veel. Ook 9000 coins erbij is ook chill meegenomen. Maar wat natuurlijk 100 keer zo'n basis is, dat we gewoon gepromoveerd zijn naar de divisie 2. Naar de divisie 1 promoveren trouwens gaat denk ik wel heel lastig worden. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar dit ziet er wel echt baas uit hoor. Gewoon de divisie 2, het is me gelukt. Lekker hoor. Maar dan hebben we nu dus 8,5 spinpunten. Ik ga wel een aantal keer spinnen, maar wat ik ga doen, ik ga ook een aantal spinpunten bewaren. Want over 2 afleveringen is het aflevering 40 en elke 30, 40 en aflevering 50, dat zijn allemaal dubbele punten aflevering. Dus als ik nu even wat spinpunten ga sparen voor die aflevering, dan kunnen we dan
ziek vaak aan de trap draaien en dan telt alles dubbel. Dus ik ga daardoor nog even wat bewaren. Maar dan ga ik nu wel 4 keer aan de trap draaien. En dan bewaar ik dus 4 spinpunten. Maar laten we nu maar gewoon gaan draaien. Let's go! Kom op. Iets goeds. En wat krijgen we als eerst? We krijgen 50-50, 5 erbij of 5 eraf. Daar heb ik natuurlijk een app voor. Bij yes komt er 5 erbij, bij no komt er 5 eraf. En het is yes. Dat betekent dat we nu 14 upgrade punten hebben gewoon. En dan mogen we natuurlijk nu nog 3 keer draaien. Come on, volgende. Laat het iets goed zijn. En... oh nee, net geen jackpot. Nu min 3, dan hebben we er nu 11. Oh, dat is wel iets minder. Maar nog 2 keer draaien. Come on. Oh, dit was wel een hele zachte draai. Dan wat gaan we krijgen? Een challenge? Dat doe ik niet aan het eind. Dat doe ik alleen in het begin van de aflevering of halverwege. Dus we gaan nog een keer draaien. Come on. Nee. Oh shit, weer min 1. We hebben nu 10. Nou, dan ga ik nog 1 keer spinnen. Dan hoop ik dat we het toch niet kunnen afsluiten. Kom op, eventjes nog iets goeds op het eind. En krijgen we nog iets goeds? We krijgen 300 FIFA punten. Dat is ook wel nice, want ik spaar al mijn FIFA punten op. Dan hebben we momenteel 2250 FIFA punten. Dus we zouden in principe met deze serie binnenkort een 100k pack kunnen openen. Als die in de store is, want op dit moment is er geen 100k pack in de store. Ik kan wel eens kijken voor de zekerheid. Ja, inderdaad, er zijn geen 100k packs. Dus daar ga ik even voor op wachten. En als die in de store is, gaan we die kopen. En elke speler boven de 83 is natuurlijk upgrade punten waard. Dus dat is wel heel chill. Maar dan laat ik het hierbij voor deze aflevering van het Rad van Glorie. Divisie 2, hoe ziek nice is dat? En we gaan dus nog even wachten met alle spinpunten opmaken. En dat doen we dus over 2 afleveringen. Dan gaan we ziek vaak aan het rad draaien. En ik denk dat we dan wel Overmars in ons team kunnen stoppen. Of misschien een andere icon. Is er nog wel? We zijn een... oh ja, Bergkamp. Die heb je ook eventueel als icon. Maar dan moet ik een andere opstelling gaan spelen. Maar dat zien we nog wel even. Maar vergeet natuurlijk niet allemaal dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk Bouw's Army merch te checken. Link staat in de beschrijving. Dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouw's Army. Yeah!